Kijkers, ik heb echt iets super tofs. Wat ik namelijk heb, ja eigenlijk heb ik het al heel lang, is Discord. Maar nu weet ik er al iets meer van. Ik weet dus hoe je met elkaar kan gamen en bellen. Nou, ik laat je dat dus zien. Stel je wilt heel graag een keertje met mij bellen en met mij gamen. Dan laat ik je nu zien hoe dat moet. Dus stel je wilt dat, nou, dan laat ik dat dus zien. Wat je wel moet hebben is Discord moet je downloaden en je moet eventjes een account aan hebben. En ik heb Jesse al, Jesse is mijn vriend, op YouTube heet hij Jesse Gamer. En die heb ik al als vriend, maar die ken ik ook in het echt. Maar ik laat je het nu zien. Wat je moet doen is je moet hier dus naartoe. Gewoon naar Discord. Als dit hier als het goed is als je bij Discord bent. En dan moet je naar voeg vriend toe. En dan klik je daarop. En dan zie je hier voer de gebruikersnaam en de code in. Wat je dan moet doen is, want je zit hier. En zo heet ik. Levi Martini is mijn gebruikersnaam. Gewoon mijn YouTube naam. Levi L hoofdletter spatie Martin en ook met een hoofdletter, gewoon mijn YouTube naam. En dan staat hier een code, hashtag 8403. Die moet je dan hier intypen. Ik ga het nu eventjes doen, ik leg eventjes mijn telefoon, leg even hier neer, dus jullie zien nu een zwarte beeldje. Dat komt omdat anders kan ik niet zo goed typen. Oké, ik typ het eventjes in. Oké, dit moet je dan intypen. Als het niet bij jou werkt, stel dat het werkt wel bij jou, moet je hierop klikken. Vriendschapsverzoek sturen. Dus stel je hebt dit ingetypt, moet je daarop klikken en kijken of het werkt. Stel het werkt niet, dan zeg dan maar dan eventjes in de reacties. Want dan kijken of ik een foutje heb gedaan. En dit moet je dus intypen. Levi Martin. Oké, dus ik zeg gewoon een stapje voor de duidelijkheid. L-E-V-I spatie M-A-T-I-E-N hashtag 8403. Dat moet je precies goed intypen. En dan klik je op vriendschapsverzoek versturen. En dan klik je daarop. Ja, bij mij werkt dit natuurlijk niet. Dat komt omdat ik gewoon mezelf ben. Maar Zo werkt het. Dus als het goed is, hoe heet dat? Krijg ik dan een melding van iemand wil je toevoegen? Nou, dan wil ik je toevoegen. Maar en je moet wel wat doen. Je moet wel serieus gaan bellen. Niet zo van dat je dan maar gaat bellen. Dan allemaal gekke dingen doet. Zoals wat is je adres of wat is je telefoonnummer. Want als je dat allemaal gaat doen, dan wil ik dat natuurlijk niet. Je wilt gewoon met leuke mensen. Met gewoon leuke kijkers. Dat dus. Dus dat moet je niet doen, anders wil ik niet meer met je bellen, dat dus. Dus dat moet je wel even weten. Alleen, zo werkt dat dan. En dan kan ik je accepteren en dan moet je, dat doet wel eventjes voor, klik wel even hierop. Hoe deed dat nou ook alweer? Oh ja. Kijk, als je dan maar hebt toegevoegd en je ziet mij hier staan. Kijk, dit is Jesse Brinkman. Dan ga je dus hier naartoe en dan klik je op opgroep starten. Alleen, je moet wel ergens om denken. Het hoeft niet per se. Alleen, het is wel handiger als je een koptelefoon en met een microfoon erbij hebt. Dus met een koptelefoon waar een microfoon is aangesloten. Dus zoals dit, een koptelefoon met een microfoon. Dat dus. Nou, dan moet je, het is wel handig om dat te hebben. Maar als dat niet zo is, is het ook niet erg. Alleen daarmee kan je een ander gewoon beter mee horen. Dat dus. Maar zo werkt dat dus. Okay. Stel, je hebt er nu al zin in om met mij te bellen. Vergeet even zeker niet te liken en te abonneren. En dat zo zit dat dus gewoon. Maar ik wil jullie bedanken voor het kijken.
En zie jullie weer bij de volgende video later.